überhaupt in huis, dan is het heel fijn om eventjes met iets anders bezig te zijn. Dus we beginnen met het tekenen van een raam. Ja, het raam waar we eigenlijk de hele dag naar buiten kijken. En we doen 1, 2, kruisen, 4. Nu doe je het ook met links. 1, 2, 4. Herhaal het een paar keer voor jezelf, zodat het goed in je hoofd zit. Nu gaan we met het raamwerk een andere variant doen. Dus let op, hij is laag, laag, hoog, hoog. Andere kant. Laag, laag, hoog, hoog. Laag, laag, hoog, hoog. Laag, laag, hoog, hoog. Ga door. Oké, let op, want nu doen we weer een andere variant. En die is hoog, laag, laag, hoog. Hoog, laag, laag, hoog. Ja, doe hem een paar keer voor jezelf. Ja, heel goed, gaat goed. Oké, nu gaan we de varianten achter elkaar plakken. Hoog, hoog, laag, 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 hoog. Hoog, hoog, laag, laag, hoog. En dan ben je klaar, linkerhand. Hoog, hoog. Laag, 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 hoog, 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 laag, laag, hoog. En dan ben je klaar. Oké, nou oefen thuis. Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat. En misschien is het ook wel leuk om te kijken wie het allersnelste kan. Oké, doei!